Hij ziet er zo chic uit, hè? Op een vrijdag in de kroeg, ergens in Amsterdam, zat aan de bar met een glas een oude wijze man. Hij zei dat hij nog maar een paar dagen had, dus pak het leven, pak alles en ga ermee op aan. En hij zei: leef alsof het je laatste dag is. En leef alsof de morgen niet bestaat. Leef alsof het nooit een dag is. Ben je fan van André Hazes? Ja. Wauw, dus daarom heb jij voor dit nummer gekozen, of niet? En jullie hebben hem niet zien dansen? Nee, je was echt een performer en hij gebruikte zijn arm erbij. Ja, en hoe deed je het? Kan je nog eens voordoen? Want nu ben ik wel heel benieuwd. Ja. Als het je laatste dag is, leef. Als het ook morgen niet meer staat, leef. Als het nooit een dag is, leef. Kan je in je zak steken of om je arm doen. Wij hebben hem ook. En het is een regenboogbandje die jou geluk gaat brengen. Mag ik een box? Vet goed optreden. Echt. Dankjewel. En ik weet wat we met jou gaan doen. Ja, we gaan een beetje op uitspraak hier en daar. En verder een beetje zangcoaching. Maar ik denk dat dit hartstikke leuk gaat worden. Goed gedaan, jongen. Top. Ilan! Oh, hoe geweldig is dat! Met die vriend? Vooral dat hij begon te zingen, was iedereen mee. Ja. Ja. En dat vond ik gewoon... Als je dat kunt, zo jong al, dat is een talent, hè? Ja. Oh my god, gaan jullie dan zo'n slagerfeestjes doen, Maya? K3 meet slager. Slager. En het moment dat jullie omdraaiden, hoorde je hem lachen letterlijk. Ja. Dat was echt, je hoorde die smile in zijn... Dat was mooi, dat was wat een cutie, amai. Die gaat enorm gelukkig gaan slapen vanavond. Of niet slapen. Ja.